Goedemorgen. Goedemorgen. Gaat u richting Vught? Goed zo. Ja, ik wilde even mij gaan voorstellen. Mijn naam is Vergouwen. Ik ben voorzitter van de buurtbuscommissie. En zoals u ziet staat er hier de buurtbus als vervanging van de BBA. De BBA die zag op een gegeven moment geen kans meer om het economisch rendabel te blijven doen. We dreigden in de positie te komen dat we helemaal geen vervoer meer hadden. Er zijn mensen die de koppen bij elkaar gestoken hebben verleden jaar en die zijn gestart met een belbusje. En dat liep, maar het komt beter. En via de BBA en veel samenwerking van de mensen onderling en de gemeentes die meededen, hebben we dus het resultaat nu van een lijndienstje, anderhalf uur lijndienst, die geheel met vrijwilligers gerund wordt. We doen nu Bokselaan, die deden we al aan met de BBA-bus, maar nu ook nog Vught en Olland en Sint-Oederode. Aansluitend elke keer op de bussen die daar rijden. Dus ik dacht dat we tot op heden een fijne verbetering hadden. En ik nodig jullie uit om mee te gaan rijden. Ik mag eerst. Ik moet mijn pas tonen. Ja, als u 65 bent, de pas erbij. Goedemorgen. Prima. Ik zal voor gezorgd hebben. Ja, klopt, klopt. Dankjewel. Volgens mij is het ook wat voelt op de werk. 16 euro. Het gaat erom dat de mensen weten waar we mee bezig zijn. Mijn komst en jouw vertrek? Nee, moet iemand bestuur vallen. Goed zo, mag ik even... Waar gaat de reis naartoe, meneer Letchert? Oh, je sta ik in de weg? Och hier. Ja, dat is een lang verhaal, maar houd maar even bij Vught. 2,25 alstublieft. Dus inclusief BTW? Inclusief BTW. Dat kan dus inderdaad bij kaartje voor aardig voor de afrekening. Ja, precies. Uitstekend. Kom jij ik zal eerst even uitkomen dan. Zeg het allemaal best mee. Tot ziens. Dag. Goedemorgen. Goedemorgen. Dag, dat is van u. Dinga. Hij was de man. Start. En die ging hier. Nee. Ik ophouden.
vertelt u het maar eens. Moet ik het zo vertellen? Dat is niet aan de hand van vragen. Kom er maar even bij staan, meneer Van Gouwen. Het is eigenlijk meer de vraag van ons om u even te laten vertellen wat de financiële consequenties zijn van deze buurtbus en wat de provincie en de gemeente, voornamelijk de gemeente, eraan doet. Nou, we moeten eens even duidelijk maken dat er even kort in de geschiedenis de reden dat we nu een buurtbus hebben, ik denk dat dat wel bekend is. Ja, die heb ik inderdaad al verteld. Dat heeft u al uitgelegd. Nou is het toch wel heel belangrijk dat wij als gemeente een aantal maanden geleden enquête hebben gehouden onder de Essenbevolking, waaruit blijkt dat er duidelijk behoefte is aan deze vorm van openbaar vervoer. Nou, denk ik ook dat het ook dat in de praktijk getoond moet worden en dat de Essen-inwoners en mensen uit de omgeving daar ook dan ook daadwerkelijk gebruik van maken. Want we moeten ons wel goed realiseren dat het nog een proef is. En op het moment dat we die aantallen niet halen, dat moeten er toch ruim 400 in de maand zijn, dat dan toch deze vorm van openbaar vervoer komt te verdwijnen. Ja. Nou, en dat zou een enorme aderlating voor de Essen-gemeenschap zijn. En dan snijden we onszelf in het eigen vlees. Ik zou van deze gelegenheid gebruik willen maken om mensen op te roepen als het even kan er toch gebruik van te maken. Ja. En te meer ook, en dat is al een ander punt, en daar wil ik toch ook aandacht voor vragen. En u bent daar een voorbeeld van. En zo zijn er nog een groot aantal Essenaren die zich vrijwillig bereid hebben verklaard om dit instituut van buurtbus in stand te houden. Nou, dat is natuurlijk vreselijk belangrijk. Ik wil op deze kant ook, ik heb het op andere plaatsen ook al gedaan, ook mijn waardering daarvoor uitspreken. Want zonder die mensen is het echt niet mogelijk. En ik zou er anderen die zich wellicht daartoe geroepen voelen, eventueel bereid zijn dat ook te doen. En zich eventueel bij u aan te melden om ook als vrijwilliger op deze buurtbus te willen rijden. Ja, ik denk dat een enorme bijdrage aan Essen zal betekenen. En voor het vervoer van en naar Vught en Boksel enzovoort. Ja. De buurtbus is denk ik een heel belangrijk instrument voor Essen. En dat moeten we allemaal in stand houden. Ja. In ieder geval u en uw mensen en u als voorzitter heeft er een heel belangrijke functie in. En ik hoop dat we er heel lang vol kunnen houden. Ik ook. En dat is onze coördinator van de BBA. Meneer Verdonger. En dat is dus een van de mensen die dus dit mee opgestart heeft en steeds begeleidt, waar wij eigenlijk niet zonder kunnen. Dat is voor ons heel belangrijk. En die heeft ook deze punten steeds benadrukt. We moeten dus aan een bepaalde hoeveelheid mensen in de bus, maar ook mensen achter het stuur hebben. En ik hoop dat we daarin klaar zijn. En de provincie heeft dus nou juist de goedkeuring gegeven voor dit project. Hè. Dat hebben we net binnen, althans is doorgestuurd naar Rijkswaterstaat. En op provinciaal niveau is het allemaal afgekaart. Ja. Wij hebben als gemeente onze financiële voorwaarden veiliggesteld. Dat hebben Vught en Boksel inmiddels ook gedaan. Dus wat dat betreft, aan ons zal het verder niet liggen. Nee, dat, dan is er ook helemaal geen probleem om nou weer lekker in de bus te stappen en onze rit te vervolgen. Goed zo, dat doen we. Dankjewel. Gaan jullie nog mee? Want wij gaan weer terug naar Essen. Had u een retour? Ja. 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 Dus dan moeten we betalen of niet? Nee dan? Ja. Stempel die is voldoende, hè? Als je instapt moeten we betalen, is niet hier waar. Wij werken voor deze buurtbus met strippenkaarten, met strips en strippenkaarten. Het zijn wat andere kaarten dan die we gebruiken bij het openbaar vervoer, zoals de spoorwegen en bij de BBA zelf. Wij verkopen de ritten als voor volwassenen 4 rittenkaarten tegen een prijs van 7 gulden. Voor 65-plussers en kinderen een 4 rittenkaart tegen een reduceerde prijs van 3,50 gulden. En we hebben enkeltjes voor 1,25 gulden voor kinderen en 65-plussers. En een enkeltje voor 2,25 voor volwassenen. Elke rit die u met de bus rijdt kost 1 of
afhankelijk van leeftijd, één strip. Ik stel voor dat we onze rit verder vervolgen. En schapen ook allemaal naar buiten, hè? Oh yeah.
direct even in de kraaien. Oh, dan komen wij straks daar hoor. Hè?